En nu de moeilijkste vraag van som 31 tot en met 34, tenminste ik denk het moeilijkste, heeft ook mee te maken dat je bepaalde gegevens lijkt te missen. Als je nu goed kijkt, zie je hier staan gelijkzijdige driehoek. Gelijkzijdige driehoek betekent alle hoeken zijn even groot, want alle zijdes zijn even groot, dus ook alle hoeken. Je hebt 180 graden voor z'n drietjes, dan zijn ze ieder 60 graden. Ieder zijn ze 60 graden. Er staat nog iets in. Er staat namelijk ook, ze hebben het ook over gelijkbenige driehoek, N, B, M. En daarvan zijn deze benen aan elkaar gelijk. Dus ook deze hoeken. Nou, wat ga ik nu doen? Dit is wel heel slordig zo. Ik ga het eventjes kleiner maken, dat ik meer plek heb om te schrijven. Ik kan het wel even zo doen. Op het en dan maken we even iets kleiner. Zo, je hebt net genoeg plek om hieronder te kunnen schrijven. Kijk. Nou, daar gaan we. En dan schrijf ik gewoon steeds één regeltje en dan gum ik het weg. Jullie hebben toch de uitwerking van mij op Classroom, hè, die ik helemaal heb uitgeschreven. Kijk, wat hadden we nu ontdekt? Deze was 60 graden. Deze was 60 graden. En heel hoek M was ook 60 graden. Hoek M1 is gegeven. En deze zijn aan elkaar gelijk. Dat is eigenlijk wat ik jullie net liet zien. Nou, nu kun je gewoon zeggen, ik ga gewoon beginnen met N2 in één keer. Maar ja, N2 in één keer, hoe krijg je die gevonden? En misschien zeg je, ja, maar ik zie meteen N1 eigenlijk al. Nou, als dat is, als je N1 eigenlijk zo gelijk ziet... Wat je daar moet doen, reken die dan gewoon uit. Want vaak heb je hem ook nodig. Als je de rest heel moeilijk vindt, hè, dan doe je gewoon. En 1 is gelijk aan 180 min 60. Maar dit moet je alleen doen als je zegt, ik vind het lastig om vanuit het antwoord terug te gaan kijken. Dan ga je gewoon het wilde weg wat rekenen. Nou, dan krijg je 180 min 60 is 120. En af 12 kom ik uit op 108 graden. Hoekensom, driehoek. Ik weet nu dus hoe groot hoek N1 is. Maar ja, dat is nog maar een heel klein stukje. Dat is nog maar een heel klein stukje. Maar we zetten hem toch erbij. Die is 108. Zo. Dan gaan we nu, haal ik dit eventjes weer weg. Zo. En dan gaan we door. Goed, staan nog een stukje. Wat gaan we nu doen? Nou, ga nu eens kijken. Ze willen... Die N2 weten. Maar ze willen ook M2 weten. M2 heb ik in de les laten zien hoe je het kunt doen. Een stappenplan staat ook al manier. Zelf. Ja, ik zit te denken hoe ik het. Ik zou het zelf anders doen, denk ik. Wat ik zelf zou doen, is deze hoek kan ik uitrekenen. Heb ik deze hoek, heb ik deze hoek. Die zijn gelijk. En dan heb ik die. Dat is hoe ik het zou doen. En ik denk dat dat ook is hoe ik het jullie ga laten zien nu. Op de andere manier heb ik toch al in de les laten zien. Of in ieder geval het opzetje ervan. We gaan nu dus uitrekenen hoek M2-3. Waarom? Omdat we uiteindelijk toe willen naar hoek M2 is. Hoek M2-3, hoe doen we dat nu? Nou, deze heeft 108 in gebruik. Deze weten we niet, die willen we weten. En samen is het 180. Dan moet dit wel 72 graden zijn. Dus dan krijg je hoek M2 is 180 graden. Oh, dan gaat het de verkeerde kant op. Wacht even, ik zet bij de verkeerde. Het was hoek M2-3, waar die rood aan doet. Is 180 graden min 108 graden is 72 graden. En dan zet je achter gestrekt hoek, want dat is wat je gebruikt hebt. Hè, dat 180 graden is. Hoek M2, die kun je uitrekenen. Hoe doe je dat nu? We hebben deze. Die is 72, maar die hoek P1 is ook 72. Dus hoek P1 is gelijk aan hoek M2-3, is ook 72 graden. En dat moet je wel opschrijven. Je ziet dat ik er bijna ook vergeten was. Basishoeken. En nu kun je doen 180 graden min 72 graden min nog een keer 72 graden. En dan kom ik uit op 36 graden. En dan zet je bij hoekensom driehoek. Nou,
Wat heb ik nu? Ik heb nu deze hoek. Die is 72. Ik heb deze hoek, die is 72 graden. En ik heb inmiddels zelfs al die M2. Die M2 heb ik ook gevonden. Die is 36 graden. Nou, dan hebben we dat allemaal gehad. Dan ga ik dit weer eventjes weghalen. En dan gaan we nu naar S2. Het is eigenlijk al heel ver. Dan gaan we nu naar S2. Waar zit S2? Nou, S2 zit hier. Je kunt zeggen, hij is even groot als S4. Dus ik reken S4 uit. Dat kan. Je kunt ook zeggen, als ik S1 heb, hè, dan, en die heb ik, die kan ik zo uitrekenen, dan kan ik daarna S2 uitrekenen. Want dat is weer zo'n stukje, zo'n gestrekt hoek. Je kunt ook ervoor kiezen om S3 uit te rekenen. Er zijn allemaal manieren om het te doen. Hoe dan ook, ben je eventjes bezig en gaat het niet in één keer. Nou, ik ga niet alle manieren toelichten. Dat vind ik te ver gaan. Ik ga het dus eentje doen. Want daar hebben jullie ook niks aan. Als je gewoon eentje snapt, is het goed. Wat ik nu wil gaan doen. Ik ga eerst S2 uitrekenen. Want heb... we zitten suffen, jongens. Ik zie toch ineens een veel snellere manier. Ik zie ineens, als ik die S2 ga uitrekenen. Als ik nou eerst eens die M3 uitreken. Kijk, die M3, die weet ik nog niet. Die is in 72, dat is heel die hoek. Maar die kan ik echt, die is goed uit te rekenen. Die is echt goed uit te rekenen. Want die zit in die driehoek. Met 90 en 60. Dus dan weet ik eigenlijk, M3 is 30. Dat zie ik eigenlijk zo al. Als ik die heb gedaan, als ik, dan kan ik daarna met een andere driehoek weer die 2 uitrekenen. Dat is een manier maar, hè? Dat kan op heel veel manieren. Nou, dan gaan we opschrijven. Hoek M3 is gelijk aan. Nou, wat deden we? We waren bezig met dat driehoek rekenen. Dus we halen die hoek van 60 eraf, de buitenkant. We halen die hoek van 90 eraf. Houden we 30 graden over. Oh, dit rekent lekker, deze makkelijke getallen. Hoppatee, 30 graden. Nou, nu zie je, nu hebben we dat gedaan. En nu ga ik kijken naar hoe zit dat nu hier. Ik ga even alles weggummen, dat dit gewoon een beetje voor jullie duidelijker wordt. Even alles weghalen wat je niet nodig hebt. Ga ik laten zien. We hebben nu deze hoek. Die heb ik uitgerekend. Die was 30. Deze hoek had ik ook al uitgerekend. Die was 72. Ja, dan valt deze uitrekenen. Mijn hoek is om driehoek. Volgens mij heb ik het in mijn uitwerkingen anders gedaan hoor. Nou, daar gaan we. 180 min de 72 graden min de 30 graden. Dit is samen 102, dus hou ik over 78 graden en doe je mijn hoekjes om driehoek. Ik zie nu in mijn aantekening dat ik hetzelfde heb gedaan in mijn uitwerking. En dat is hem. Naarmate je dit vaker doet, ga je veel sneller het zien en je gaat ook je aanpak beter zien. Want, ik moet op zoek naar een driehoek, daar zit nog een driehoek. Hé, wacht even, deze driehoek is sneller. Dus echt waar, oefenen, 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 oefenen. Succes ermee!